Ik ben Ooyen Elsa, geboren in Beringenmijn, maar dat was toen op het grondgebied Koersel. Hè, want er bestonden twee gemeentes, de Cité, hè, en ik ben op het grondgebied Koersel geboren, de 22 december 1927. En heb gewoond eerst in de Vurtenseweg. Daar stond vroeger ook nog een oude boerderij, ook nog aan die kant, hè, als ik geboren ben. Dat heeft mijn ma altijd verteld. En dan dat kasteeltje stond daar en daar woonde een zekere Lemmens in, geloof ik, mensen. Was dat de stationschef? Nee, dat was de stationschef niet. Die woonde in de Vurtenlaan. Daar heb ik die gekend. Dat is dat. Maar dat was dan, als ik nog geboren ben en kind was. Mijn ouders hebben daar enkele jaren gewoond in een van die cementen blokken. Waar nu nog dat huisje staat, dat vroeger schoutslokaal geweest is. En dan, nu is dat verkocht, nu woont dat een Grieken, heb ik horen zeggen. Hè? Ah, wel. En dan hebben ze de Vurtenlaan, die huizen, gebouwd. En daar hebben mijn ouders dan in gewoond als eerste, als die allemaal gebouwd zijn. En dat was allemaal bos vroeger. En dan, want een tuin, dat was allemaal nog zo, allemaal zand en poeier. Dat was nog niet afgemaakt. Als die daarin gewoond zijn, die tuinen waren nog niet afgemaakt. En want ik speelde dan nog met schubken en zand in de tuin. Zo. En uw pa en uw ma, wie waren En dat? mijn pa heette Ooye Felix. En die heeft altijd op de mijn gewerkt. En die werkte op de centrale. Dat was zo één beheerke op dat groot machine-lawaai gedoe daar. Want er was veel lawaai op de centrale. Al die machines waren daar bijeen. En daar zat hij op een bereel. En uw moeder? En mijn moeder is wijkmans Alin en die is altijd huishoudster geweest. Die heeft altijd voor het huishouden gezorgd. En van waar waren uw ouders afkomstig? Mijn vader was van Heusden afkomstig. Ik geloof dat hij in het begin nog in Zolder gewerkt heeft. Kan dat Zolder eerst open was? Dat weet ik niet zo niet meer. En mijn moeder is afkomstig van Hasselt. En jij zelf, bent gehuwd dan ondertussen? Ja, lang. Dat is ook al. Dat was al bijna 40 jaar, dus ik ben laat gehuwd. En met wie, mag ik dat weten? Met mijn echtgenoot heet Mille Amand. Amand, dat is een Vlaamse naam. Amand, dus hè, Amand uit Brugge. En zijn de geboortedatum is? 25-2-25, geloof ik. Waar zit jij in het school geweest? Ik ben hier naar de kleuterschool geweest. En dat was altijd geweest. Dus. Maar we moesten wel langs een andere ingang gingen. Die poort opzij in de Abetslaan. Zo'n grote poort. Hè. In die tijd moesten we langs daar binnen. Toen was dat ander nog niet, die andere poort. Dat is allemaal het veranderd. Want op de speelplaats was allemaal nog maar zand in die tijd. En ik ging dan naar school en kwam langs daar buiten. En dan moesten we soms wachten voor de treinen. Die daar stonden, die van de kool naar de station reden. En koolmijn, hè, van de Charbonnage. En ik ben dan naar de lagere school geweest ook. En dan hadden we ook zusters van het Heilig Graf. En ik geloof dat die van, ik kan nu niet juist zeggen, maar ik geloof dat die van Turnhout waren. Aan welke periode situeert zich nu, als je het hebt Ah van... ja, dat is dan vanaf 7. Ik ben, als ik ook 4 jaar was aan school, of we mochten niet vroeger in die tijd gaan. Dus dat is van in 31 zeker dan, hè, dat ik naar de kleuterschool gegaan ben. En ik heb nog bij een zuster gezeten die Bonaventura heette. Dat weet ik. Voor te lachen, we zeggen de zuster, als we kind waren, de naam konden we niet goed zeggen, zegt mijn zuster Plaventura. Dat is me bijgebleven, ja. En hoeveel jaar heb je hier in school gegaan? Ik heb hier naar school gegaan tot in het 7e studiejaar. Want toen waren er 8 studiejaren in die tijd. Maar in het 7e, toen ging ik naar Leopoldsburg. Omdat ik wou altijd kleuterleidster worden. Maar daar was ik nog te jong voor. Ik geloof dat ik 15 jaar was of zo, dat ik naar Leopoldsburg aan school ging. Want toen was het 6e studiejaar 12 jaar. En het 7e was 13 jaar. En het 8e studiejaar was 14 jaar. En zo ging dat. Zo lang waren het. Die zijn allebei afgeschaft nu. Hè. Dus maar 6 studiejaar. En dan ben ik naar Leopoldsburg gegaan. Bij die nonnetjes daar, dat klooster. Zusters van de Visitatie, die daar aan het spoor woonden in Leopoldsburg. En daar was alles Frans spreken. En daar heb ik dan de middelbare school gegaan. Eerste en tweede. En toen was ik van zin van niet handel te doen of dat allemaal. Dan ben ik naar de normale school gegaan. In dienst. Maar toen was het al oorlog, hè, in die tijd. Hè. En hoe ging je dan aan dienst? Was dat met de fiets? Was dat met de tram. In het begin, als ik nog kind was, hadden we een stoomtram. En dan moesten we in... Daarna, als ik dan naar Leopoldsburg ging, was de gele tram. Aan de gele, toen was de stoomtram al weg. Dan, onder de oorlog, ja, als ik dan naar school gegaan ben, is er van alles gebeurd. De brug was gesprongen in Beringen. De tram kon er niet over. Het stoomtramke ging tot in... Toen was er een statie in Beringen ook nog, hè. Waar dat nu die dingen is, die plein, gaat tot de Vigorplein. Nu, en dan had je dan, juist ervoor, had je een statie waar de trams allemaal... Waar nu de bussen stoppen. Ja, die stoppen ook, maar dat waar dan
er stond een gebouw waar je kon binnenzitten om te wachten op een tram en al. Hè. En van daaruit moesten we dan, daar reed die tram, die reed dan iets ervoor de straat over, want dat was dan vroeger ook nog een welvaartende bakker. En zo kwam je uit waar nu de Sint-Jaansschool is. En zo ging die dan zo over de brug. Maar dan, onder de oorlog, ging dat niet meer. Dan moesten we over de brug over. Of was dat die andere brug die toen nog was, die niet gesprongen was, dan de Lieve Vrouwstraat, ze daar over gingen. Dat kan ze, ik weet dat ze nou niet meer. En zo ging ik dan naar school met een tram. En onder de oorlog, de eerste jaren, als ik nog aan het leren was, ben ik ook een tijd toen met de bevrijdingen al met de fiets naar Diest gereden. Naar de normale school. Toen waren de soldaten hier, die Engelsen al. En toen hadden die een vlot. En daar was een brug overgemaakt op vlotten. En dan ging ik met de fiets over zo'n twee planken en een koord. Ik zou het niet meer durven. Wat ik toen durfde. Ja, als je jong ze durfde meer. Hè. En die dingen die normaal school in Diest, dat was 3 jaar? Of hoe lang? Dat waren 3 jaar. Ik was uit in 46. Dat was juist een jaar na de oorlog ben ik uitgekomen. En dan ligt de wereld open. Ja, dan moest je natuurlijk gaan solliciteren. Verplaatsen. En ik was op verschillende plaatsen geweest. En in Heusden hadden ze gezegd, kon ik beginnen met de Ursuline. Maar die overste had ook een nichtje. En die ging voor. Ik moest dus, als het schooljaar begon, had ik geen plaats. En ik had spijt. Ik dacht, ja, dan blijf ik thuis. Want in die tijd is het nog niet van te doppen geweest. Dat kon het toen niet. Ik bleef dan thuis. Hè. Maar de dag voordat school begon, lieten ze in Heusden weten dat ik wel kon beginnen. Want dat nichtje had dichter bij huis een plaats gevonden. En toen kon ik daar als interim beginnen van een juffrouw die ziek was. En ik ben daar 3 maanden geweest. En toen kon ik in Paal beginnen, vast benoemd. Ja, dan hebben die in trim gelaten, hè. En hebben ze een ander moeten zoeken. Dan heb ik 3 jaar in Paal op de hei gestaan, in Breelaar. Een gehucht van de school van Paal zelf. Maar het was vanzelf. En daar heb ik 3 jaar les gegeven. En dan ben ik hier gekomen, in 50. In 50 zijn die hier op school begonnen? Gekomen, ja. En hoe gebeurde die aanwerving dan? Moest je gaan bepalen? Ja, mijn vader werkte op de mijn. Dus kinderen van ouders die op de mijn werkten, die gingen voor. En zo ben ik dan hier binnen geraakt. Maar ik moest een papier ondertekenen dat als ik zou huwen, dat ik eraf zou gaan. Getrouwden wouden ze in die tijd nog niet. Hè. Maar geldde dat ook voor de mannen? Geldde dat alleen voor de vrouwen? Nee, de meeste. De mannen die mochten trouwen, maar de meisjes niet, de vrouwen niet. In de kleuterschool toch niet. En in de lagere school waren al getrouwde vrouwen. Je had madame Buwens en je had madame Eerdekes, die stonden allemaal in het onderwijs. En ik heb nog in school geweest als kind hier bij madame Hendricks en madame Zane, ook van een man die op de mijn werkte, allemaal getrouwde. Maar wij, als we hier kwamen, toen was Opwek hier, die zusters waren weg, toen is Opwek gekomen. En van toen was dat, komt dat door hun of komt dat door de mijn, ik weet het niet door wie dat kwam, maar ik heb toch moeten tekenen dat als ik goed en zo afkwam. En toen, intussen tijd, was die andere school, andere zusters teruggeroepen en is die orde gekomen van Opwijk. Maar dus alleen de kleuter, juffrouw, die mochten niet? Nee, in de lagere school, daarna mochten ze ook, mochten die ook niet meer, moesten die ook af als ze gehuwd waren, want we hadden een paar juffrouwen, Pauline van Welde en Germaine van de Voorte en juffrouw Stokmans, dat waren allemaal nog die niet getrouwd waren. En die zijn ook nooit getrouwd, behalve Pauline van Welde is dan getrouwd en die is dan laat getrouwd. En die is dan, ik weet niet langs waar dat die gegaan is, die is dan kunnen blijven toch, totdat ze op pensioen ging. Maar dan, als juffrouw Rans dan getrouwd is, toen kwam het erdoor, toen was dat die babyboom, dat er zoveel kinderen waren dat ze een school moesten bijmaken. Hè. En dan is ze op de wijk gegaan en toen hadden ze kleuterleiders tekort en toen mocht de getrouwde ook aankomen. En wanneer, weet je ongeveer wanneer dat was? Je zegt de babyboom, welk jaar was dat? Is het laatste jaar van onder de oorlogsjaren, denk ik, dat is geweest. Hè. De wijkschool is al van onder de oorlog? Nee, die is na de oorlog. Want al die kinderen van de wijk kwamen hier naar school. Want je had onder de oorlog een kamp, een Baltisch kamp, waar dat Russen krijgsgevangenen zaten. En als ik hier kwam, we hadden al de kinderen in de 30, in de 40 kinderen per klas. Zoveel. Toen waren er nog maar, ik geloof dat er maar 4 of 5 kleuterklassen waren in die tijd. Nog niet meer. En daarna waren er daar 10. Maar dan zijn er bij die wijk bij 10 geworden. Dan hebben ze de wijk gebouwd, de wijkschool gebouwd en dan moesten die kinderen niet meer naar hier komen. Maar in het begin, voordat de wijkschool gebouwd waren, hebben ze nog een barak van Baltisch Kam in het midden van de speelplaats gezet. En daar 2 klassen van gemaakt. In de Habitslaan? Ja, op die speelplaats. En daar zaten juffrouw Raans en juffrouw Ooyen in die 2. En we hadden een stoof en we kregen slam om te stoken. En dikwijls plofde dat, hè, dat je zo bang hebt dat de kinderen iets zouden krijgen. Daar waren we een nieuw gezin van. In het
begin, dat zeker. In school had je twee mensen die alle dagen die school kwamen poetsen, hè, uitkeren en alles proper doen. En als we in die barak zaten, moesten we dat zelf doen. En we hadden nog geen chauffage. Gingen we zondagsavonds, maar toen was Boelanders al daar. Hè. Toen was die een ander bouwens die ik als kind gehad heb, als school, dingen voor school, die conciërge. Toen was Boelanders daar. En dan zeiden we tegen Boelanders, doe de poort open. Dan kon we s'avonds, de dag ervoor, zondags, gingen we dan die stoof aandoen voor 's morgens vuur te hebben, omdat dat koud was. Maar dikwijls was die al uit. Dan heeft Boelanders ervoor gezorgd dat die wel brandde. Want een stoof met slaam kun je niet aanhouden. Hè. En dat plofde van tijd. En daar zaten we met 51 kinderen iedereen. Zoveel jongens hadden we toen. En die kinderen, dat waren allemaal Belgen of waren dat verschillend? Dat is van alles geweest. Zoals? Ja, Polen. En onder de oorlog hadden we dan ook al, toen was de oorlog al voorbij, hadden we Oekraïners. En nog de meeste toch Polen. En dan zijn de Italianen beginnen af te komen. Hè. Die heb ik dan gehad ook. Ja. Die waren toen al daar, ja. Maar Turken nog niet, hè. Die waren toen nog niet. Nee. Maar even terug naar die brak, hè, voor alle duidelijkheid. Die brak, die stond al van nu de kleuterklasse was, op die plein? In het midden van een speelplaats stond van, die. Van dat gedeelte? Van dat gedeelte. Niet bij de meisjesschool of niet nee, bij de jongens? Nee, hier waren ook enkele studioren van meisjes, bij de kleuters, hè. Maar in het midden van de school, van de speelplaats, want dat was toen nog zand allemaal. Want toen stonden er nog geen zandbakken, die hadden ze toen nog niet geloven. Dat is allemaal nog daarna gekomen. Maar dat is toch maar, ik denk, 2 of 3 jaar geweest, lang. Nee, ik kan niet juist zeggen, maar niet lang hebben ze gestaan. Want in de wijk gebouwd en is gingen al die kinderen naar de wijk. En dan hebben wij ons plaats teruggekregen in die gang, wat we stonden. Ja. En dan hebben ze van die, je weet wel, vroeger hadden we dat ook de prio, zeg, dus een afdak, hè. Zo aan de kant van de Habetslaan. En daar was een uitgang en langs daar gingen de kinderen die aan die kant van de CT woonden, van de oude CT, die gingen langs daar buiten. En dan hebben ze die poort gemaakt die er nu is. En langs daar gingen de kinderen die naar de Vurtense weg en naar die kant gingen, die gingen langs daar uit. Dan hadden we twee openingen, uitgangen, waar de kinderen naar huis gingen. In welke taal moest je alle les geven? Nederlands. Altijd Nederlands. Maar ja, doordat we bij de Italianen te komen, heb ik dan een beetje avondles gaan volgen. Kon ik zo een beetje vertalen aan die kinderen. Maar die konden rap Nederlands. Die waren niet meer zoveel nog niet. En die Polen die konden ook rap Nederlands. Die hadden niet zoveel vriendjes om mee te spelen en te spreken. Hè. En die konden rap Nederlands. Ja, dat was het probleem van de Turken die vanaf 1963 komen. Hè. Oh, die kwamen daar hebben veel. Hè. Die leerde, alleen die sprak. We hadden er te veel in die tijd, aan deze kant van Turken. En ik weet niet hoeveel dat daar zijn, maar dat waren er toch veel. Ik weet niet of je op die foto's nog ziet, ik weet niet meer wat jaar dat is, 76. Maar in de vleugel hadden twee klassen, of hoe moet ik mij Je had luisteren? Twee eerste van kinderen van 3,5 jaar. Je had twee tweedes en je had twee van 4 jaar. En het tweede jaar waren twee van 4 jaar en dan derde kleuterklas, er waren ook twee. Hè. Jongens apart en meisjes apart, dat waren 6 kleuters. En dus dat begon op 4 jaar, 5 jaar en 6. 3,5 jaar, 4 jaar en 5 jaar. En dan gingen ze naar de eerste studio. En hoe zag er zo'n dag voor een kleine uit? Wat moesten die dan doen? Of wat deden jullie mee? Oh, wij hadden een agenda en we kregen inspectie van een inspecteur en al. En wij moesten dat volgen. Daar had ik 's morgens eerst, godsdienst geven nog een beetje. Hè. En dan had ik de dag, je had een agenda, waar je alles misschien een half uur, hoe was dat in het begin? Dat was heel anders dan nu. Nu zijn het groepjes allemaal, hè. Dat is gekomen daarna ook. Dat waren de handenarbeid. En spelletjes. En dan ook dat ze mochten spelen, dat ze mochten kiezen wat ze wilden spelen. Zo was dat in het begin. Dat is allemaal het veranderd. En liedjes aanleren en versjes aanleren en verhaaltjes vertellen. En poppenkast, dat was er ook bij. En toen de turnzaal er was, aan de jongenskant, mochten we ook alles gaan turnen met de kinderen. En aan die rekken en op de evenwichtsbank en zo. Dat allemaal, ja. En de gemiddelde aantal leerlingen dat er in een klas zat? Oh, dat was altijd in de 30, in die tijd. Toen als de wijk gekomen is, toen hadden we er in de 30 altijd 3,34 gemiddeld. Heb jij een idee wie toen in uw tijd uw collega's waren en wie de directrice waren? De directrice was moeder Modesta. Die hebben we lang gehad, heel lang. En als die weggegaan is, dan is, hoe dat die dan juist heette, die zuster, was mijn naam, dat weet ik niet. Ik ken die alleen nu nog op laatste. Die is dan een tijd geweest en die is dan weggegaan. En dan is er weer een ander gekomen. Maar hoe dat die heette,
dat weet ik niet meer. En dan is die andere, de vorige directrice teruggekomen en dat was Maria met een angst. Dan zijn we al zuster Maria. En achter Maria met een angst is dan, dan klap ik al van veel later, op de laatste jaren dat ik nog les gaf, is dan Madame Bekkers directrice geworden. Hè. Ik heb 1, 2, 4 geloof ik dat we het gehad hebben als overste van school, directrice zo. En welk materiaal hadden jullie om les te geven? Wat nu gebruikt we hadden, we kregen kleurstiften en hadden we en papier en schaartjes en mozaïekjes, steentjes zo om van alle figuurtjes te leren maken. Dan mikken we dat op zo'n groot bord voor en dan als we een huis maken zeiden we, wat staat er op een huis, een dak en ik was gewoon buiten, dat vertelde dan een deur en dan mik ik dat en een venster en zo en dan mochten ze dan al, moesten ze dan al zelf op hun bordje maken. Zo ging dat dan, hè. En tekenen, lessen, veel tekenen. Hun eigen portret tekenen en van wat ze graag deden van tijd ook, hè. En schilderen ook, hè, met penseeltjes aan tafel. Of daarna kregen we bordjes aan de muur en dan mochten ze daar met krijt op tekenen ook. En was dat van 's morgens tot 's avonds? Nee, we hadden, ik geloof dat van 9:45 tot 10:15, ik kan niet juist zeggen de uur, van 9:45 tot 9:15 was altijd een half uur speeltijd voor de kleuters. En ze namen middags ook, maar die van een lagere school die hadden maar een kwartier. Maar de kleuters hadden een half uur. En dat was eerst naar de wc gaan we allemaal, hè. En dan mochten die spelen. En dan moesten wij met 3, 4 leerkrachten bewaking doen, hè. Ieder had zo zijn opdracht, die uren of die dagen moest hij doen. En zo was dat ook voor de rij te vormen naar buiten, tot op straat of tot aan het spoor moesten we ook mee gaan begeleiden tot over het spoor, hè. Maar dat waren zo, dat wisten we, dat hing dan aan. Dat was zo een lijst, en dat wisten we ons wanneer dat we dat moesten doen. Heb jij, jij bent dan begonnen in 46, ja. Maar heb jij veel collega's tussen 46 en 84 gekend? Of zijn jullie samen oud geworden? Al die er toen waren, als ik begonnen ben, die zijn allemaal mee oud geworden of overleden. Maar er is een jongen bijgekomen altijd. Ja. Hè, omdat... Maar wie waren die oud, kende die namen nog? Gabi Rans, juffrouw Willems. Ik persoonlijk. En dan heb ik daarna juffrouw Louisa van den Einde die bijgekomen is. En Mariette van een Paar. En dan hadden we nog zuster Morella. En we hadden zuster, nu zuster Roos op het einde. Maar zuster, vroeger hadden we nog een zuster Floriberta hebben we gehad. Maar die zusters bleven nooit zo lang. Die waren maar enkele jaren en dan moesten die veranderen. Zuster Floriberta. We hebben zuster Hilara gehad. En zuster Morella. En zuster, zuster Floriberta. En nu is dan zuster Roos. Dat was de enige nu op het einde nog. En zuster Morella, die zijn het langste gebleven, vele jaren bij hen. En die juffrouw Willems, die is gebleven tot aan haar pensioen. Juffrouw Rans is op een paar na gebleven. Die heeft haar pensioen genomen omdat haar vader, die was oud en die was in de 90 en die werd ziek en kon ze niet alleen laten, is die dan gestopt. En daar is, wie is al voor in de plaats gekomen? Mariette van een Paar, die was al hier, die heeft die plaats dan ingenomen. En dan juffrouw Willems, dat is, wie is dan daar? Dat is weer een ander in de plaats gekomen, want juffrouw Louise, we waren, in het begin waren we met 4 en dat klikte heel goed. Gabi, Treesje zegt we tegen juffrouw Willems, en Louisa, en Gabi, en ik, zo een stuk of 4. En dan 2 zussen, dat is altijd een goede sfeer geweest in de kleuterschool, onder de leerkracht. En we zijn allemaal daar gebleven tot aan ons pensioen. Achter mij was er nog alleen Louisa die achterbleef en Mariette. En die zeiden, bij al die jongen. Want we hebben ook nog een juffrouw Denise gehad, maar ik ken die naam niet, en een juffrouw Mirjam. Maar toen waren er minder kinderen aan komen, dan is die moeten van plaats veranderen. Dan is die nou, waar is die naartoe gegaan? Naar Koersel of naar Heusel, dat weet ik niet. En Mirjam is gestopt, die heeft gewoon een zaak opengedaan. En die mocht nog enkele jaren terugkomen, die kreeg dan zoveel jaren, maar die is niet teruggekomen. Die had toen bestemming gevonden. En die zijn gebleven. En daarna zijn er geen meer bijgekomen. Al die dan nog hier waren, zijn oud geworden. En jij zit op pensioen gegaan, Aske, hoe oud was? 57 jaar. Dat komt toen al of wat? Nu, ja, nu. Dan had ik mijn volledige jaren dienst. Ik wilde niet weggaan, want er waren er die wilden dat ik wegging voor plaats te hebben. Hè. Ik zeg, zo rap als ik mijn pensioen heb, ga ik maar niet eerder. Waarom? Het zijn de laatste 5 jaar die het meeste pensioen tellen. Dus... En ik ben dan, toen ging het ook niet zelf, want ik was al 57 en ik had toen wel de 2 laatste jaren, jongens en meisjes samen. En dat was dan 2e en 3e jaar. Toen had ik mijn handen goed vol. Want die 3e jaar, dan moest je meer mee bezig zijn. Die kende al meer en die wilde ook meer en al. En toen werd ik ziek. Ik heb verschillende keren een angine gehad aan mijn keel, een zwakke keel. En ik werd toen weer ziek en dat was altijd zo
september, oktober, als de mist en de vocht had, want ik ging altijd met de fiets naar school. Die anderen die kwamen van op een ander, die hadden een auto. Hè. En ik kreeg weer grip en aanzien. En ik zei, ik ga niet meer terug, ik neem mijn pensioen. En dan heb ik nog dat jaar uitgebold, want ik kreeg een dikke knie, ook nog, artrose. Ik moest altijd al op het zij van de tafeltjes gaan zitten bij de kinderen, dat ik niet meer zo kon staan. Hè. En toen het jaar erop ben ik dan in 84 op pensioen gegaan. Als je nu denkt dan aan dat lesgeven en je carrière op de CT, wat zijn voor u door de schoonste momenten? Hè? Ja, ik heb dat al te graag gedaan, dat is al te mogelijk. Maar ja, als u dan gevierd hebben voor uw pensioen, dat geeft toch iets. Als ze dan dankbaar zijn en al die leerkrachten van de lagere school en de kleuters, die hebben allemaal samen, ja, moet ik zeggen, iets opgevoerd. Natuurlijk, gewoon als er een op pensioen ging, die gaf dan een etentje, hè, voor al dat personeel dan. Hè. En dan deden we iets terug natuurlijk. Maar als ik op pensioen ging, toen mochten ze allemaal komen en ik gaf een, moet ik zeggen, een breugelavond. En ze mochten allemaal hun echtgenoot nog meebrengen. Dat was bij die anderen nooit niet gebeurd. Hè. En ja, ik geloof dat we rond de 80 waren toen. Want die van de wijk, die kende, een paar wilde ook. En er waren er ook die interims waren en die wou ook allemaal. Ik zei, ja, ik moet ergens een grens stellen. Die ik niet kende, kon ik dan ook niet. Maar we waren toch in de 80 man, dat weet ik. En dat heb ik in Beringen, in de gilde. Dat was een gildezaal, geloof ik, in Beringen, hè. Want hier was er toen nog geen gildezaal. Dat heb ik dan gegeven. En de kleuterschool die had iets opgevoerd. Allemaal verkleed als Turkse vrouwen. En dan kon ik zeggen welke vrouw dat was. Omdat die vrouwen die waren altijd zo typisch gekleed. Hè. Die hadden het waren allemaal mee. En de ene had die houding dan. En de andere die bij ons goed Nederlands wilde spreken. En die doe alleen. Ik kon zeggen dat is die vrouw en die vrouw. Zo hadden ze dat uitgebeeld. En die van de lagere school, die hadden iets opgevoerd. Iets allemaal verkleed als non. En van nonnen die aan de drug waren. Zo, hè. Dat was goed zo, hè. Opgevoerd. Dat is echt een hele schone dingenavond geweest. En ik had dan een van mijn leerlingen, van mijn kinderen, die was die schokkig. Die ouders wonen daar, ik weet niet meer hoe dat ze juist heette. Als je de voetbal in gaat rechts, daar wonen die ouders. Ze hadden ook vroeger in de Staatsestraat gewoond, geloof ik. Of in de Dwarsstraat, ik weet niet. Maar die hebben daar een huis gekocht, die ouders. En die wonen. En die kind, ik heb daar drie jongens van gehad. En die hadden een band. En wel, die heb ik toen gevraagd op te spelen. Die naam. Dus dat waren die bij mij nog in school gezeten hadden. Die dan, maar ik kan de naam niet meer zeggen. Ik weet het niet meer. Zeg, moest ik wel. En dan trouwens stel ik eens al afronden, hè. Maar moest je dan als leerkrachten u ook engageren binnen het verenigingsleven, omdat je les gaf in die school? Dat was toen nog niet zo bij ons, nog niet gelijk als nu. Dat is allemaal hard veranderd. Nu is dat wel zo, want ik weet goed, hè, in een tijd als er bal was op de mijn, de bal van het Rood Kruis was er, je had het bal van Saint-Baar en je had de bal van die drie balzware hier. Hè. Dus de nonnetjes wisten altijd alles als we daar geweest waren en wat we uitgespookt hadden en al, ja. Maar dat mocht toch? Ja, we zijn eens een keer als verkleed gegaan naar de bal van het Rood Kruis hè. En dat was onschuldig. Ik geloof dat ik als een baby gegaan was met bavette en tutten en al, dus dat was niks schandalig, maar ja, dat vond ons toch niet gepast. En dan dacht ik, wie gaat dat allemaal terug zeggen? Dacht ik dan in mijn eigen. Het zijn er toch altijd die iets gaan zeggen. Hè? En ook als we ons nagels slakten of zo. Ja, we waren jong, we waren graag schoon. Hè? Dan zei ze, dat zie ik niet graag, zei ze. De overste, hè? Dat zie ik niet graag. En dan zei ik wel, ik zie dat wel. Maar waren er dan ook zo expliciete dingen die je niet mocht als leerkracht? Dus je mocht niet getrouwd zijn met een bal? We moesten een voorschot aan hebben in school altijd, hè. En dat was een zwarte in het begin, hè. De zwarte satijn, en dat was toch zo dood, hè. En dan moest hij... Dicht zijn. Goed dicht, ja. En hoe moet ik zeggen, als José Huibrechts hier komen lesgeven heeft, want die gaf ook eerst les op een andere, maar ik kan niet zeggen waar. Dat zou dan zijn huur moeten vragen. Lummen, geloof ik. Ik weet het niet, maar toch altijd. Ik kwam die tegen als ik in Paal wegreed, dat ik ze van tijd zag ook dat ze vertrok. Want die woonde ook in de straat waar ik woonde. Hè. En die had een lichte blauwe voorschot aangedaan. En dat vonden we allemaal mooi. Maar dan waren al andere directrices. Zuster Jeanne was toen al hier, die in Beringen nog woont. Ze leeft nog daar, maar ze is ook al oud. En die was meer in schik en die vond dat schoon. En dan heeft José voor ons allemaal zo'n voorschot besteld. En toen stonden we er allemaal met een lichte blauwe voorschot. Dat was toch al wat frisser.
als een zwarte, hè. Want er is ook zo'n boek uitgekomen als de mijn zoveel jaren was. Ja, in 50. Ah ja, zo'n boek met allemaal foto's van de mijn, hè. Ja. En daar zitten wij op de zandbak met de kinderen. Daar staan foto's in van ons. Waar dat, ik weet niet of dat juf Gabi was en ik. Wij stonden op met onze lichte blauwe voorschot met de kinderen op een speelplaats. En dat was fris. Zo'n hele groep is er toen getrokken geweest. En wat kan ik nog zeggen? Ja, als de directeur, zuster Modesta, dat was nog wel een strenge. Want als die in school kwam, die kwam al eens zien als je aan het lesgeven was. Luisteren, hè, hoe dat je dat doet en zo. En de inspectie kwam ook en al. En als ze dan iemand zag van die jongens met de handen onder de tafel, zeiden ze, dat mag niet. Handen op tafel. Ook niet in de broekzakken mochten die kinderen niet. Dat was de strengste. Ja, altijd slecht. Dat dachten wij nog niet aan, maar ja. Maar die hadden dat in de hoogte, ja. En een bijberoep mocht dat, hè? Wat? Een bijberoep. Dat je dus naast leerkracht nog iets anders... Nee, dat hebben bij onze leerkrachten niet gedaan. Bij de mannen waren er wel, heb ik eens gehoord, omdat die verzekeringen deden en zo, hè. Dat heb ik wel gehoord. Maar... En dat mocht. En ook die avondles gaven en zo. Ik denk dat wel. Ik denk dat wel, ik weet dat niet. Omdat ik nog iemand geïnterviewd heb en die zijn vrouw, die was zelfstandig en eigenlijk... Ah, dat is dus heel, maar dat is lang geleden. Dat is heel in het begin, toen ik nog kind was, geloof ik, als ik naar school ging. Toen mochten die geen beroep van coiffeus of zoiets niet doen. Maar dat is allemaal weggegaan, dat heeft niet lang blijven bestaan. Maar daar herinner ik me nog iets van, ja, dat daar was. Maar daar keken ze nu niet meer heen. Want als ze nu allemaal trouwden en de vrouw was niet in het onderwijs, tegenwoordig hadden ze al, gingen ze allemaal werken, hè. Er waren er ook die op de mijn werkten ook. Hè. Ik heb madame Hendricks gehad. Die man, die was van Diest. Ik weet niet wat die man deed. Maar madame Zane, die man werkte op de mijn ook. En die was ook leerkracht van de lagere school. Die heeft dat wel niet blijven heel... Die heeft dat niet gedaan tot aan haar pensioen. Dat niet. Madame Buves, die was toch ook... die was getrouwd en die gaf les. En die man deed ook een ander beroep. Maar dat was dan wel... Ik weet niet of ze, als ze op een bril of ze werkte, dat was niet zo, maar de ander was meer dat ze dachten voor commerce, om te beïnvloeden, denk ik, dat wel geweest is in het begin, maar daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Bij ons van de leerkracht heeft dat niemand niet gedaan, nee. Als wij naar huis gingen, waren we moe. Ja. Van al dat lawaai de hele dag. Oh, ik was van tijd stik kapot. Dat ik thuis kwam, moe in kop, hè. Mijn lichaam niet. En wil je weten wat ik dan deed? Dan ging ik de tuin in, hè. En dan kwam ik, was dat lichamelijke arbeid, hè. En dan ging die moeheid weg. Dat compenseerde ik mij. Want denk je, mijn lawaai van in de 40 kinderen en in de 30. En als we in de barak zaten, 51. Dat is niet niks, hè. Zo'n hoop. Maar ik heb altijd graag jongens gehad. Liever als meisjes. Ik had meer vriendschap van jongens dan van meisjes. Meisjes zijn zo wat flauw. Die konden zo wat flauw doen, hè. En jongens, dat waren meer zo... Allee, als ik dan voorbij die tafeltjes kwam van tijd, zodat ik aan het zien was wat ze deden, hè. Dan waren er altijd die zo mij zo een keer streelden. Als ik er langs ging. Die genegen, hè, het vriendschap. Stonden de ouders de kinderen dan ook zo op te wachten? Gelijk tegen, in het begin niet, want toen waren er nog zoveel auto's niet. Toen gingen die kinderen... Als heel in het begin gingen, waren er ouders die kwamen. Maar de meeste die gingen toch al alleen naar huis dan toch. Maar dat was niet meer. Als ze naar de wijkschool nog gingen, dan moesten we tot aan de Steenweg meegaan, aan de kerk daar. Hè. En daar stonden de garde hun op te wachten voor hun over de straat te laten gaan dan, hè, om dat tegen te houden. Dan ben ik dikwijls meegegaan met de fiets zo mee, hè, ja. Dus er waren er ook die van de OCT dan naar de wijkschool gingen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ook nog de studiejaren, hè. De studiejaren. In de wijkschool was maar eerste studiejaar of tweede. Ik kan niet zeggen, meer niet, hè. En dan de derde, vierde en de vijfde studiejaar, al die moesten dan... Die kwamen met de fiets naar school. 'S Morgens stond er een garde die en dan hele overzetten langs de Rode Weg. Hè. En als dat 's avonds de school uit was, dan ging er altijd een leerkracht mee tot aan de Steenweg. En daar stond dan ook nog een garde. En die hielp in en dan was er staken, dan konden we naar huis gaan. Maar waren er ook leerlingen die van buiten de gemeente waren? Van buiten Peringemeen? Dat kan ik me toch zo herinneren. Van Stal, ja, waren er een paar die kwamen. Maar Stal hoorden ook nog bij ons, hè. Maar Beverloo bijvoorbeeld? Nee, dat kan ik me... Misschien later in de beroepsschool, maar daar weet ik niks van. Maar in de lagere school, dat niet. Dat waren allemaal de nieuwste thee en de oudste thee, gelijk ze zeiden, hè. Ja. Ja, zo, maar... En er is ook nog eens een tijd geweest dat er een paar keer een klas geweest is in die hotel. Hotel 1 of hotel 5, wat is dat ook? Aan het spoor, daar. Aan de statie. Hotel 5? Ja, statiekaai. Daar heeft ook enkele jaren een lagere school in gestaan. Ook nog dat het te veel kinderen waren. Dat weet ik ook nog. Ja, ik weet dat hotel 6, die kent ook Eefjesplein. Er moet ook over het les gegeven. Ja, maar dat was dan voor de kinderen van die kant. Hè? Maar dat was nog voor de kinderen aan deze kant.
is ook nog geweest. Ja. Kan zijn dat, ik weet niet welk studio dat geweest is, als dat vijfde studio of vierde, kan zijn dat er dan van een wijk bij waren, dat weet ik niet. Oh, er is ooit lesgegeven geweest in Hotel 5. Ja, twee kleuterklassen waren dat ook, bij al dat de wijkschool er ook nog drie had, zeker drie, hè. En dat twee, ja, daar stonden Suzanne Wuts in en lieve Keunen, die hebben daar in de Hotel 5 gestaan. Want soms gingen wij bij ons kleuterkes eens naar die wijk, hè, zo een bezoekje brengen. En de ene keer gingen we bij de... Want dat ging af van de jongensschool, hè, die twee in de Hotel 5. Die waren met de jongensschool samen gefusioneerd. En die van de wijk hadden dan nog drie. En dat was met de Habertslaan. Zo ging dat allemaal aan één, ja. Ja, dat waren veel kinderen. Je ziet wel drie en dat twee en dan hier zes. En dat waren er ook de tien, hè. Ja. Dat waren veel kleuterklassen. Ik heb net zoveel leerlingen gehad, hè, bepaalde jaren die je les gegeven hebt. Ja. Zijn er daarbij die jij nog altijd blijft herinneren, omdat dat de belhamels waren of speciaal opvielen? Of... Zo moet ik zeggen, een echte belhamel, dat heb ik zo, dat moet ik nog eens kijken. Er waren strappen bij, maar we zijn echt deugen niet, dus ze luisterden toch allemaal. Want er zijn er niet wat je onmiddellijk zo van hebt, van ja, die zijn mij bijgebleven. En dat mag ook om andere redenen zijn, hè? Maar door dat ze goed leerden of dat ze zo braaf waren of weet ik welke. Ja, maar van die hebben we geen foto's. Dat waren heel in het begin die jaren. Hadden we van meester Tonissen. Die nu nog meester is, daar de vader van, heeft ook hier nog les gegeven. Hè. En die had een van die... Hij is zelf regent geweest, heeft hier ook nog les gegeven in de huishoudschool ook nog. En dat was zomaar een stille, die zin niet veel. Ah, wel, en dat is dan zo studies gedaan later toch, dat je dan niet gedacht had dat dat zo'n stille was die niet veel zee. Dat was zo meer een teruggetrokken kind. Jos Tonus, geloof ik dat hem heette. En wel, en die is regent geworden. En dan had ik er nog een van der Gehucht en die woonde op de Statiekaai. En dat was een hele, hele slimme jongen ook. En die zei ook niet veel in school, maar op verstandelijk gebied was dat een hele, hele slimme. Ik weet niet wat er van geworden is later. Van al die anderen, ik kom er van tijd nog tegen en dan zeggen ze, kende je mij nog? En dan zeg ik, nee, wie zeide jij? Ja, een kind 4 jaar of een man, dat verschilt. Like, hè, ook wat groot en struis, die trekken veranderen en zo. Je onthoudt die namen wel als ze een familienaam zeggen, maar je kunt die zo niet meer thuis wijzen. Hè. En dan kwam ik eens in de opera en dan zegt er een, ik heb bij u nog in school gezeten. En dan vroeg ik, wie zeide jij? En dan zeggen ze, oh ja, nu weet ik wie dat je zei. Dat is verschillende keren gebeurd. Hè. Ja. Ja. Maar anders echt een, ja, bij een van de Turken, maar ik weet niet of die hier op de foto staat. Die foto's zijn al weg. Die heb ik al weggegeven, geloof ik. Die had Bert al gehad. Dat was ene. Die vader, die kon niet luisteren. Als die, dat is van 71, toen hadden we al veel Turken. Hè. En die kon zijn bebber niet houden in school. Hè. Ja, en dan keef ik dat op. Hè. En die kwam niet graag meer naar school. En toen kwam die vader reclameren. En ik kan zo goed de koor aan. Hè. En dan is die, ik zei, ja, maar dat mag hem allemaal kunnen. Dat is goed. Hè. Zee, daar heb ik niks tegen, maar hij moet in school hier luisteren. Naar ons en bij ons meedoen. Die zo heel de school van die jongens opgestookt hebben tegen mij. En dan waren die aan het lachen. En ik wist niet wat die zeiden. Ik verstond dat niet. Hè. Ja, maar dat is niet plezant, hè, als je moet lesgeven. En toen hebben we ook even had de directrice een hulp, een secretaresse. En dat waren Turkse. En die kon goed Nederland. En toen kwam hij weer reclameren. En al zijn jong was zo'n braaf. Ik zei, ja, maar hij moet in school ook luisteren. Zijn anders, hè. En ik kom niet hier. Ik zei, dat kan ik geloven. Ik dacht, dan moet ze op de kijven en al. En toen, omdat hem verstaanbaar te maken, want hij kende ook nog zoveel Nederlands, hadden we die secretaresse bijgehaald en dan moest die vertalen wat ik zei en wat hij zei. En dan zei ze dat, hè. Toen vloog hem tegen haar uit en toen vroeg ik zo, wat zegt hem? Nu zegt hem, spande je bij die mee? Maar alleen nee, zegt ze, hè. Ik zeg, ja, maar dat is niet. Ik zeg, hij moet luisteren like die ander en meedoen alles en die andere kinderen niet opstoken. Ja, toen gaf hij mij de hand en dan was hem dan toch en dan is hem weggegaan, maar die jongens te lang daarna niet veel meer naar school gekomen. Ja. En nu zijn die terug verhuisd naar Turkije, schijnt. Maar ja, dat kan zo zien ertussen zitten wat je problemen mee hebt. Hè. Maar zo'n leerlingen van in het begin, als je les gaf tot 84, en die niet luisteren, kregen die dan bepaalde tussenhaast? Ja, straf, die moesten soms in de hoek staan. In de hoek. Maar dat was zo, als je begonnen bent als kleuterleidster, dus de 46, maar was dat in 84 ook nog? Of zie je daar ook evolutie in? Nee, dat is zoveel, omdat dat waren allemaal meer vreemden al. En dat was een heel andere mentaliteit in school toen. Hè. Wij hadden last met die kinderen vooruit, om het te zeggen. Die verstonden niks. En ik had al aan mijn kapstokken overal een kentekensje van heel goed zo. Hè. Dat
ieder zijn kapstok had. Hè. Er waren kapstokken genoeg, maar soms zingen ze met 4, 5 op één kapstok hun kleren. Hè. En wij moesten die nog leren aankleren ook, want je kon goed zien wat dat ze broertjes en zusjes hadden thuis. Die moeder had geen tijd voor die allemaal aan te leren. En die kon hun jas goed aankrijgen. Maar waar ze maar één en alleen hadden, stonden zo, hè, dan moest je die echt aandoen. En als je dat dan in de 40 hebt of in de 30, hè, en je mocht, maar je kreeg maar een minuut of 10 voor het school voor die allemaal aan te doen. Want dan ging te bellen, moesten die in de rij staan. Dat was heksen, hè, in die tijd. Hè. Ah, wel. En ik dacht, toen had ik ze allemaal een nummerje gegeven en dan hadden we dat gaan leren. Zeg, dan moet je jas aanhangen en leren aanhangen. En toen hadden we schoon orde in de gang ook. En toen had iedereen zijn kapstokjes kunnen halen. En die dan hun jas, anders moesten ze zoeken en kijken wat dat die jas was. Hè, want trokken veel op elkaar en de een had dan een sjaal aan en aan de handschoenen. En dan wisten ze niet meer van wie en zo. Hè. Dat we aan de mensen zeiden, maak er een linteken aan. Dan houden die handschoenen allebei, want die hebben ze dikwijls verloren gedaan. Op de ene ging er mee lopen, die kou had, die nam die dan mee al en zo. En er gebeurde van alles, hè. Ja. Maar dat heeft wel veel orde gebracht toen, ja. Zeg, en op de speelplaats, als die dan vrij waren? Oh, die speelden altijd met hun kameraden die hun taal kenden, hè. En die kinderen dan, als je begon, als je als leerkracht begon, dan zeg je in 46, wat gebeurde er dan? Hoe deden die dat? Die kinderen die speelden altijd onder elkaar, want dan is er ook een tijd geweest. Eerst hadden we zand, als we als kleuterleidster begonnen. Het was allemaal zand op de koer. En als het regende, was dat altijd een hele grote plas water. En dan moesten we met opkijven voor die eruit te houden, want kinderen liepen dan geen in de water, dan hadden die natte voeten. En dan die bottekes hadden, die liepen de deur. Maar anderen die dan geen bottekes hadden, deden dat ook. En dan hadden we maar werk dat we die uit het water haalden. Maar in de winter, als er dan water was, hè, en al, dan was dat ijs, hè. En dan de leerkrachten van die tijd koten we s'avonds nog water bij dat die een mooie grote baan hadden voor te schaatsen, voor zo te schuiven. Hè. En dan hadden die plezier. En dan hielden we alles een half uurtje langer speeltijd en dan gingen we schuiven met die kinderen in de winter. En dan hadden die plezier aan de wandel die konden lopen en die tot einde konden gaan en zo. En al, dat er zelfs van de lagere school meisjes kwamen die dat zagen. En die mochten op onze speelplaats niet komen. Die moesten we terug, hè. Die er ook eens wilden over. Dat hebben we dikwijls gedaan in de winterzaal. Zo een water gegoten dat dat een heel baan was met ijs voor de kinderen. Ik weet niet of je daar ook iets van herinnert, ook niet. Dat was in die tijd, dat was er allemaal zand. Hè. Jawel. En daarna hebben ze dan macadam gelegd. Hè. En 2 zandbakken, dat is dan later gekomen. Ja, toen konden we geen water meer eten, hè. Ging dat niet. Maar dat hebben we in het begin gedaan. En ook dat we ook een tuintje hadden tegen de muur. Toen stond die afdak er ook nog niet, dat er nu nog bijgemaakt is aan de kant van de Vurtelaan. Hadden we daar tuintjes gemaakt, hebben we van alles zaaiden. De kinderen zo, hè. Dat heeft niet lang stand gehouden, want dan hadden je anderen die dat kwamen vernielen van kinderen, hè, als je er niet bij was. En dat was de poeier van zand ook, dat groeide niet veel. Dat hebben we ook geprobeerd. Maar zo'n kinderen kregen die ook al huiswerk mee? Nee, dat, de kleutertjes niet. Nee. De lagere school, dat denk ik wel, maar wij niet. Maar er waren er veel, hè, die broertjes of zo, of zusjes in de lagere school hadden. Hè. Ik moest die blaren dan, als ze een opdracht hadden, dat ze iets moesten tekenen of ander op plaats. Ze hadden ze huiswerk, rekenspelletje of een leespelletje, dat ze zo moesten dan opschrijven. Zo, en dat deden die graag dan al. Dan schreven die hun naam al zelf. Dat stond dan wel zo zigzag op, of letterlijk ertussen, dat ze tekort hadden. Maar die probeerden hun naam al zelf te schrijven, omdat die broertjes hadden. Die konden dat al. Ik schreef natuurlijk de naam ook, want wij moesten die papieren allemaal bijeenhouden. Als de inspectie kwam, wilden die weten wat de kinderen al kenden, hè, wat die geleerd hadden. En op plaats van het jaar mikten we dan een album van, dan kregen ze dat mee naar huis. Hè. Ja, ja, ja. Dan hadden ze een hele boeken van al wat ze gemaakt hadden. Ja, ja. Want er werd ook veel geplakt en geprikt en geknipt. Van alles werd er gedaan in school en gescheurd. En dan moesten ze met lijm zo een tekening die we gemaakt hadden, zo grote tekeningen volplakken met mozaïekstukjes van alle kleuren. Hè. En de kinderen zelf, heb je op al die jaren dat je lesgegeven hebt, is de klederdracht erg veranderd geweest? Dat vind ik niet. Dat is altijd ver hetzelfde gebleven, denk ik, nu nog. Ja, er zijn de jeansbroekjes gekomen op plaatsen dat in het begin geen jeans was, maar ze hadden allemaal een korte broek aan of een lange broek volgens het seizoen, hè. Ja. En de meisjes een kleedje, hè. En een jas. Dat is allemaal. En in de winter waren ze al wat dikker gekleed, dan moesten ze meer werk voor ze aan te doen, hè. In de zomer was dat minder. En we gingen nog van tijd, als ik jongs nog
nog had in die tijd. En toen waren er al Turken hier. En Algerijnen waren er ook al hier en Marokkanen. Dan gingen we koers lopen op de speelplaats. Hè. Ik had mannen bij die fijn konden lopen. Dat ik dacht dat we het later een atleet die zo echt schoon konden lopen. En op de bank kregen we altijd een kalender. Dat waren allemaal zo grote nummers. Hè. En dat moest alle dag afscheuren. Ik hield die en dan kregen ze allemaal een nummer op hun rug geplakt. Hè. En dan zo met vier gelijk hè, op een rij. Dan moesten dan wachten. En dan floot ik. En dan mochten die heel de speelplaats moesten die rondlopen. En die dan de eerste terug was. Ja, die kind, die andere kind, die klopt en die juicht. En dan mochten er vier anderen. En er waren er een paar bij van, hoe heette hem weer? Nassir, dat was een Algerijn. Die kon hardlopen. En dan, er was hier nog een. Ik weet niet of hem hier nog op staat. Die kon ook fijn lopen. Ene die nu in de Gastonons, de ouders wonen op een kadek Gastonons slaan. Hier staat hem niet op. Dan is dat van een ander jaar geweest. Die kon goed lopen. En dat deden ze geren, hè, koerslopen. Die deden zijn best. Hè. Elsa, de kinderen hè, van de lagere school, moesten die ook mee in of iets speciaals doen als er speciale feestdagen waren? Ik denk aan processie, ik denk aan Sint Barbara, ik denk aan... Als processie was, dan waren er veel die mee in de processie gingen. Want de kleuterkens gingen ook mee in de processie. Als met Barbara, hè, met, als mijnwerkers verkleed allemaal. Hè. Die hadden allemaal een blauwe kiel aan en een rode zakdoek. Hè. Dat waren... Ik heb die foto's aan bed gegeven van Sint Barbara. Van, moet dat ik op samen kinderen. Alle jaren moesten wij van school meegaan in de processie. Met de kermis, hè. En dan twee weken daarna zeker ook nog eens twee keer in de processie gehad. Eén keer in de oudste T en één keer in de nieuwste T. En die gingen mee als mijnwerkers bij Barbara. Aan iedere kant zo'n stuk of zeven geloof ik dat was. Zo'n heel rein Barbara in het midden. En die had dan, die had iets vast, maar ik weet niet meer wat. Daar gingen allemaal lintjes aan en ze moesten die lintjes vasthouden. Ik ben ook nog meegegaan in de processie vroeger als kind zelf. Als ik in een lagere school zat. Ik ben meegegaan met de groep van liefde. En dan hadden we allemaal zo'n wit kleed aan met vanachter zo'n lange rode doek op de schouders. Ik had al hoop, liefde en dan nog zo de vier groepen, zo rood, groen en geel was dat. Ik was met rood. En ik ben ook nog meegegaan als engelke met vleugels op. Dat is maar zelf gekocht, die vleugels. En ben ik ook nog mee in de processie gegaan als engelke. Als kind, ja, dat weet ik ook nog. Maar daar heb ik geen foto's van, dat is spijtig, maar ja. Maar de foto's van processen heb ik aan Bart gegeven. Ik de kinderen begeleiden, ik weet niet juist waar dat getrokken is. Maar die gingen altijd mee ook. En rond Sint Barbara, werd daar in de school iets rond? In school hadden we verlof, hè. En voor ons was dat wel plezant. Dat gingen we zo namiddags naar het toneel. Hè. Dat was altijd een operet of zoiets in een casino op het einde. Hè. Vroeger was dat de grote feestzaal op de Mijn. Hè. Dat was dan s'avonds bal. Hè. Ah ja, met Sint Barbara. Ja, met Sint Barbara. En het was ook receptie en het was concert, maar daar ben ik nog niet in geweest, dat was altijd een voormiddag. En de receptie voor de bedienden en de ingenieurs, en s'avonds was bal. En ook, weet niet of dat was als de kassen gebouwd is uit tevoren. Ja, dat was de oorlog ertussen, dan is er niks geweest die vier jaar van de oorlog. Hè. En de kassen is ook gebouwd na de oorlog. Ja, hè. Dan was dan altijd operet en toneel en zoiets altijd. Daar gingen we dan heen. Hè. En dat was ook cinema, dat we ook bij zo'n club waren, een filmclub. Dat er zo één keer in de maand, zo in de week ook nog een film was. Dat waren we ook bij die club dat we doorheen gingen. En bal was altijd. Het is een paar keer in een casino geweest, maar in de zaal daarboven is dikwijls geweest. Dat was die turnzaal of die... Ja, ik weet niet wat grote zaal dat daarboven was. De feestzaal hè, op een mijn. Die bestaat nog, hè. Maar ik weet niet of ze... We hebben al zo dik gezegd, die moesten ze teruggebruiken en renoveren. Maar, want hier is niks meer op zitten. Maar was het op het eerste verdiep of op het hoogste verdiep? We moesten op het hoogste was dat. Want als je binnenkomt, had je recht voor... Ik weet niet of dat gebouw nog bestaat, met allemaal zoveel trappen. Ja. En daar zat de contabiliteit, geloof ik, daar beneden. Hè. En ja. Dan moest je naar boven dan. Ja, ja, langs een ander opzij. Zo'n trap naar boven, dat was daarboven een hele grote zaal. Dat was de turnzaal, ja. Ah, was dat de turnzaal? Ja, okay. Dat gebeurt niet. Ah ja, dat is waar, want daar had vroeger nog een die daar les gaf. De Creton, geloof ik. Die gaf turnles daar. Ja, ik ben daar ook nog naartoe geweest als kind. Dan is er nooit gebroken, zeg ik daar, maar dat was de Creton. Eén die op de mijn werkte, die gaf dat turnles. Nog even over die leerlingen. Hè. Zijn er leerlingen bij waar jij van weet, dat je zegt, van, die hebben het ooit ver geschopt? Ja, die zoon van juffrouw Louisa, Bart, die net nog een hele hoge plaats in...
in Antwerpen. Eerst was hij in Brussel en nu zit hij in Antwerpen. Die heeft geleerd voor, geloof, ingenieur, maar wat, industrie of gelijk wat, zoiets. Ik kan niet zeggen. En de andere is, die heeft geleerd voor dingen. Eerst gevolgd voor apotheker begonnen en dan is hem verder gegaan als verpleger. En nu is hij directeur van een home geworden. En dan moet je zien wie is er nog zo, die iets zijn. De meeste zijn allemaal verhuisd, die wonen hier zo niet meer. Maar... Kojak was bijvoorbeeld een van uw leerlingen. Dat was de Turk Kojak, hè. Ja. Die heeft ook bij mij in school gezeten. Die is nu op een gemeente, hè. Ja, dat wel. Maar anders, ik ben aan het nadenken zo, wat er van geworden is. Dus, er zijn er verschillende die op de mijn gewerkt hebben, maar de mijn is al zoveel jaren dicht, hè. Ja, als ik die foto's nu nog had, die andere allemaal, kon ik misschien erop gezien hebben, maar die meeste van al die trucken zijn allemaal de mijn ingegaan, hè. Zeg maar, jullie... Dat moet Bahatin zijn, of Selatin, die op de Hoekdouw. Dat moet Bahatin zijn, geloof ik, de tweede van. Dat is daar ook nog een van. Ik zie dat niet goed, maar anders... Ah ja, dingen. Volders, dokter Volders, die heeft ook bij mij gezeten in school, Raf. Ik ken die namen niet meer. En zijn er ook veel verhuisd, hè. Er zijn er veel die... Ene keer als de mijn begon te sluiten, zijn er veel mensen... Die hebben dat gebouwd op een andere, dan zet je die dingen, die kinderen allemaal, ziet je die niet meer, hè. Maar heb jij die school ook zien fusioneren? Heb jij dat allemaal meegemaakt? En dat uiteindelijk, ja... Die fusie is gebeurd met de wijkschool samen. Ja, maar de school is ook veranderd van naam, want Regina Moen, oh, ja. Was het vroeger niet. Nee, maar Regina Moen, dat heb ik allemaal niet meer meegemaakt. Dat is allemaal gebeurd die laatste 24 jaar dat ik er niet meer was. Want ik heb nog moeite, ik moet nog... Wij zeggen dan altijd de wijkschool. En nu hebben die een naam. En een van die hier onderwijzer was, ik dacht op de mijn, Noël, of hoe heet hem, die is dan nu directeur schoolhoofd in de wijk, hè. Die heeft hier ook nog gestaan als schoolmeester, hè. Maar ik heb hier gestaan in de tijd dat meester Dirks was, meester Mulders, meester Van Zeer, meester Baptiste en meester Tonissen. Dat waren allemaal die meesters die ik te kende toen, maar die zijn allemaal overleden op een en al, hè. Allemaal dood, hè. Ja, want dan inderdaad is dat Regina Mundi geworden. Hoe noemden ze die school voor dat Regina Mundi? De beroep. School, huishoudschool, zeiden wij. En de jongensschool was de jongensschool? Jongensschool, ja. Dus die hadden geen specifieke naam van? Nee, toen niet. Ik heb zuster Roos gekend, omdat dat klooster daar was, hè, en zo. En omdat we een paar zusters hadden, die ook daar, die lichamelijk zuster Gorette, die daar verongelukt is, daar aan de Spar daar, hè. Die gaf hier eerst nog tweede studiejaar, hè, en die is dan zo aan het einde aangekomen. En dan had ik nog een zuster Rosa bij ons, die op laatst nog hier was. Dat is een zuster, maar nu hebben die geen kloosterkleding meer aan. Die zijn dan geëvolueerd en moderniseerd. En toen noemden we die ook bij hun naam. En niet meer, like zuster, hebben ze de Roos dat tegen. Hè. Hadden allemaal naar mij een andere naam. Maar bij de beroepsschool hebben we niet zoveel contact. Ja. Ik ken nog enkele zusters die vroeg in het begin. Want ik heb ook een zuster die ging naar de beroepsschool gegaan. Dat is een smia die we met Nulus getrouwd. Die ging naar school gegaan. En toen had ik daar als zuster Ursula. En dat was een fijn zuster. Maar toen was Roos er nog niet. Die is dan ook later gekomen. Ik weet niet wat ik aan het vullen. Want Margriet Jeune was toen die daar les gaf. En nu was er nog van bekend. Hè. Een paar van op een ander. Van Beringen en zo. Daar ken ik zoveel niet van. Ik zag die wel eens als ik over die speelplaats kwam. En er was ook een zuster Brigitte. Die op den duur daar directrice was van. Op het einde van de... Voordat de huizenschool hier weggegaan is. Het is niet gefusioneerd met Paul. Met Paul. Beringen. En ja. En zo. Maar daar weet ik zoveel niet van. En ook als het een verjaardag is, dan dat vierden we ook, hè, de verjaardag van de kinderen. Hè. Mijn verjaardag vierde ik, maar die van de kinderen ook. Hè. Dan bakte ik wafels of oliebollen op het laatste. Dan hadden we zo'n pannetje gekocht van de oliebollen. En toen hebben de juffrouw dat ook gekocht. Dan konden we zo 8 bollen in één keer maken. Dat ging rapper vooruit, dat is pannenkoeken. Hè. En ook dat we frit bakten, dat hebben we ook gedaan. En dan moesten ze de fritten schellen, snijden en stukjes doen. Zo'n stuk of 4. Hè. En dan daarna kregen ze allemaal zachtje frit. Ja. Dat hebben ze allemaal gedaan, ja. Wat bestond schoolreis toen al? Ja, op schoolreis gingen we in het begin naar Kussens Kapelleke. Met die kleinkinderen? Met de allerkleinste niet, maar die van 4 jaar en die van 5 jaar wel, ja, een bus vol. En dan moesten ze wel iets geven en dan kregen ze kinder een drank voor bij hun boterhammen. Hè. Of als er frisco, iemand was die daar frisco had, dan kregen ze een frisco of een ijsje. Dat lag eraan, dat weet ik niet meer zo nauw niet. Maar we zijn verschillende keren geweest, ja. En daarna zijn we eens geweest
Dat we naar Dis gingen op de half maan, ook met de kinderen. Dat we naar daar geweest zijn, dat heb ik nog meegemaakt. Maar later hebben ze Hasselt gegaan met een trein en de post gaan afkijken. En nog eens naar Alken op de speeltuin geweest, heb ik gehoord. Maar dat is allemaal na mijn tijd gebeurd. Ja, ja. Dat hebben ze wel gedaan. Maar de lagere school deed die grotere reizen, verder weg. Hè. Ik weet goed, als ik kind was, ben ik naar Namen op de Citadel geweest. Met een radiotrein in die tijd. En toen is mijn vader ook meegegaan om mij te begeleiden en om de leerkrachten te helpen. Dat herinner ik me nog. Maar dat was van de normale school? Of was dat nee, de dat was school? Van de lagere school hier. Hier school. Ja, ja, als kind. Dat heb ik nog meegemaakt, dat weet ik. Naar Namen op de Citadel, Namen en Dinan. Dat is nog voor de oorlog gebeurd. Ja, ik herinner mij met de radiotrein, maar waar reden wij naartoe? Mijn vader en mijn moeder. Hè? Nou ja, maar nee, mijn vader is toen mee geweest, dat weet ik, als begeleiding, voor te helpen. Want ik vroeg altijd mensen, ook mee, sommige ouders ook, als zo'n reizigers voor op de kinderen te letten. We zijn ook nog eens naar Lin, tegen Herentals, naar een speeltuin geweest. En dat was ook met een trein. En toen waren er ook ouders bij. Er waren er ook lagere school bij in die tijd. Dat weet ik ook nog, maar dat is lang geleden. Dat was als ik hier nog stond, heel in het begin. Naar Lint, heette dat, kan dat? Tegen Duffel. Nee, het was niet. Het was tegen Antwerpen, Herentals altijd. Nee, nou, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ja, ja. Ik kan dat niet meer. Zijn er nu dingen die ik niet gevraagd heb, maar die je absoluut nog wil vertellen, wat jij aan denkt, wat ik niet aan zo van dingen die in die school voorgevallen zijn? Ja. Of... Ah, dat is ook gebeurd in een tijd, in de wintermaanden, moestermanneke, die kinderen kwamen ook bij ons naar school. En die had perkens, hè. En dan is die eens op een koer gekomen, mochten ze allemaal op een paardje zitten rijden en zo. En als kermis was, dan gingen we, terwijl de kermis nog niet open was, de zaterdag, hè, gingen we met de kinderen naar de kermis en dan mochten die allemaal op een perenmeulen zitten. En dan speelden die dingen en dan wij allemaal stoeten, hè, dat die perenmeulen gingen en dan zaten die allemaal op praten, zo. Dat hadden we ook nog. Dat van dat koor? Nee. Nee, van dat koor, daar ben ik niet bij geweest. Ah, kapellenkoor, dat weet ik niet veel waar. Mijn zuster was erbij, maar dat is dan ook geëindigd. Ik weet niet hoe, na zoveel jaren. Maar dat bestond voor het koor van Broeder Maurice? Ja, ja. Dat was een a cappella-koor, heette dat. Die zongen allemaal schoon liedjes, zo. Ik weet niet wat Maurice zong, of wat liedjes, wat dat die zong. Ik weet dat die in de kerk zong en dan ben ik begraven. Maar wat die anders nog zongen, dat weet ik niet. Ik ben daar nooit niet bij geweest. Dat zal Margriet misschien wel verteld hebben. Maar dat kapellenkoor, dat was van school zelf? Nee. Dat was op de mijn te doen. Ik weet niet hoe dat hier gekomen is, maar dat kan ik niet meer zeggen. Ik had geen stem voor te zingen, ik ben daar niet heen gegaan. Maar dat was toch nog iets. Ah, je Frans gaf poppenkast, die kan goed poppenkast spelen. Hè. En dan gingen we met 2, 3 klassen samen in 1 klas en dan speelden ze poppenkast. En soms gingen we met 2 erachterin en dan hadden we masker op en dan speelden ze op de halte kindergeren. Dat was alle weken. Ah ja, en in de winter, als dan veel sneeuw lag, dan kwam Woestermanneke met een slee. En dan mochten die kinderen op een slee naar huis gaan. Dat paard trok dan mee. En dan nam je ook nog kinderen mee die aan die kant woonden. En dan mee op de slee met dat paard, zo in de winter. Dat was ook fijn. Ik heb eens klasfoto's gezien met een kameel op. Wat? Ja, daar kan ik mij niks van herinneren. Daar heb ik geen foto's van. Ik heb foto's met een paard en met een ezel. Maar dan heb ik geen klasfoto's. Dat was kind allemaal apart, hè. En die namen die dat, ofwel. Maar ik heb zus van mijn zuster. Die had dan geadopteerde kinderen, hè. En daar heb ik een foto van waar ze op een paard zit en in op een ezel. Maar van een kameel kan ik me niks herinneren. Ofwel is dat voor mij een tijd geweest. Ik weet. Wij hebben nog eens een paar keer een feest gehad van onderwijs en personeel in school. Zo, dat voor verbroedering meester zijn en lagere school en jongschool begint. En dat was dan ook boven in zo'n zaaltje te doen. Dat was nog voordat beroepsschool hier was, geloof ik. En dat was juist boven het bureel van moeder Modesta. En ja, we hadden ook gedanst. En wat had gestampt, zeker op die dingen, hebben we plezier gemaakt. Want de pastoor was ook daar en de geestelijkheid, behalve de nonnetjes, die mochten dat niet, geloof ik. Hè. Dat de zaandag plaster op het bureel dat er afgevallen was. Dat was toen ons laatste schoolfeest wel daar geweest, van verbroedering zo. Dat moest ook eens zijn, hè. Waarom moest dat altijd zo gescheiden blijven? Maar ja. Dat kwam dat door, denk ik. Maar die nonnetjes, waren die nog een 84? Waren er toen nog nonnetjes die les gaven? Ja, die, zuster Roos. Ja, ja. Die. Hier. Die erop staat, die, hè. Ja, ja, die was nog hier, dat was die. Dus toen was het klooster ook nog bewoond, of waren ze toen al Het klooster is weggegaan, maar dan zijn die ook weggegaan. Dat is dan iets te nauw gebeurd, maar dat is nog na mij, dat kan ik me zo niet meer herinneren.
wanneer die juist weg gaan, want daar stond Bert ook nog op. Hè. En die was toen ook hier nog in de lagere school. Die was toen nog niet in de wijk, denk ik, toen. Hmm. Maar dat kan ik me niet meer zeggen. Wanneer is dat klooster hier weggegaan? Wat jaar? Ik weet het niet. Dat weet ik ook niet meer. Zolang als ik hier was, waren die nog zo gekleed met dan dingen. Maar wanneer dat ze weggaan, dat weet ik niet. Is dat met de mijnsluiting gebeurd of tevoren of daarachter? Dat met de mijnsluiting, ja. In 66 is het. Dat is veel veranderd, hè, want zie je, dus, dan is al die klassen zijn geminderd. Hè, veel mensen verhuizen, hè, waren alle nog vreemden alleen. En dan is heel die dingen hier aan de weg gegaan. Die hele rij is allemaal weg. En dan hebben ze daar alleen nog, de huizenschool is dan weggegaan, gefusioneerd. Dat is allemaal naar mij gebeurd. Nou, als ik weg was op die 84, dat is 4, dat is 5, dat is al meer. Dat is bekend 30 jaar zeker. 25 jaar, hè. Wel zie, dat is veel gebeurd dat ik niet meegemaakt heb. Hè. Dat is toen het meeste gebeurd. Ik weet alleen nog van, als ik kind was en naar school ging, daar in de Statiestraat en hier, dat waren dezelfde huizen, hè. Blokken, hè, in de Statiestraat. En die betonnen. Hier, die betonnen, hè. Maar toen stond er tussen dat huis en dat huis nog een inham. En daar had een kraan gestaan, daar hadden die nog geen water in het begin. Moesten die pompen. Ja. Hè? Ja. En daarna, als die pompen dan weg waren, als ze water hadden, hè. En als we in school komen, dan verstokken ze en dan verschrikken. Zo van alles doen als het donker was, hebben we ook nog gedaan. Als kind, daar is me nog bijgebleven van mijn tijd, zo nog als kind. Ja, maar anders zo van... Maar herinner jij, want je hebt dan daar in de buurt gewoond van het Oud-Schoutslokaal, hè? Ja, maar toen, dus was ik klein. Ja, maar als je het einde van de Stationsstraat had, dat daar op het einde, hè, dat door dezelfde boog gemetst was als dat je nu hebt onder de inkom van de voetbalclub? Ja, dat kan ik me niet herinneren. Ik heb de foto's nu niet bij. Bestaat dat? Ja, daar heb ik een foto. Op de einde van de Stationsstraat? Ja. Dat heb ik nooit niet geweten. Daarachter lag dan schijnbaar die boerderij die jij ook zegt. Nee, die was in als je... Wat de Poolse braak is? Nee, op dat stuk, maar dan... waarna dat huis, dat villa kan nog staan. Ja. Nu is er nog een andere griek bijgebouwd. Ja. Hè. Maar als je aan dat huisje waart... hoe moet ik zeggen? Die boerderij die was... Een beetje verder in die bos, zo gezegd. Maar dat is allemaal afgebroken. Dat waren een leemhuisjes. Dat heeft ook niet... Dat is allemaal wat mijn moeder allemaal vertelde. Hè. Dat was... Ik kan me dat zo niet meer van herinneren, want toen was ik klein. Maar ik was... Hoe oud zou ik geweest zijn? 2, 3 jaar als wij naar die andere huizen... naar dat andere huis gegaan zijn in de Vurtenlaan. Want in het begin was dat ook een straat... Allemaal zand, hè. Heel de breedte. En dan hebben ze in het midden een parkje gemaakt, met struiken gezet en klavoos, die ze daar op die steenpark maken, dan een weg van gemaakt aan die kant en aan die kant van de huizen. Hè. Want onder de oorlog, wij zaten met in de 90 kinderen die daar woonden, op dat stuk. Hè. En al die mensen, daar woonde de chef van de station ook daar. Hè. Want Marcel... Achter is nog getrouwd met Yvonne. Dat was nog een dochter van de chef van de station die daar op laatst nog gewoond had. Hè. Daarvan ken ik die. En onder de oorlog, als dan dat was al in de helft of tweede helft van de oorlog, als ze veel die vliegers allemaal deur kwamen die naar Duitsland vlogen, zo al die nachten, dat je al die varen zag, ja, dat had je niet meegemaakt. Hè. En dat waren van tijd, als ze hier dan Beringenmijn gebombardeerd hebben, met al die lichten, wij wisten dat ze ooit gingen komen voor Leopoldsburg. Hè. En toen wilden wij als kind niet meer hier blijven slapen. Toen zijn wij naar Heusden bij onze paas en moeder gaan slapen. Altijd, hè. En al, omdat we bang hadden. Omdat ze hebben dan, als Beringenmijn, als Bevelo-Zuidstraat gebombardeerd is in Drijnvitte, zaten we bij ons in de kelder. Dat was of dat huis wegmaaide. Zo zucht van die vliegers die zo leeg doken en al die lampen. En van toen wilden we dan niet meer. We zeggen, die komen nog terug, want die zijn willen komen van Leopoldsburg. En dat...
was mis, hè. De school was ook geraakt. Mijn zuster, mijn modesterbureau was daarboven. Dat is allemaal opnieuw opgebouwd toen. Toen hadden ze een wacht ingesteld bij ons in de straat. Hadden ze in het midden van dat park, in het midden van de straat, zo op de hele lengte, in het midden zo ongeveer, een grote ijzeren patrel. Patrel, zo hè, in de grond gestoken. En iedere nacht waren er twee van die straat mensen die de wacht hielden. En als de vliegers kwamen en ze, dat ze dachten dat er dit gebeurde omdat ze verkant nog niet gekomen waren, omdat de lichten vielen, dan begonnen die twee mannen met een hamer op die patrel te slaan. Hè. En iedereen huurde daar in de straat en die konden allemaal in hun abri of in een kelder vluchten. Dat hadden we bij ons in de straat. Maar wacht, onze straat was de Vurtenseweg. Ja, de Vurtenlaan is dat of nu. De Vurtenlaan, waar de bedienden woonden. Ja. Ja, en de Chaperions woonden er ook. Ja, ja, ja. Met dat park, omdat je zegt... Ja, want daar woonden ook jongens die daar... Oversprongen en alles, dat wordt niet zo fijn onderhouden en al. Want dat waren meer van heel door de kinderen die op straat liepen. Dat waren jongens en meisjes, dat was van alles. Hè. Maar toen hielden ze iedere nacht met twee in de wacht. Dat deed ons straat, die ging goed begin. Ja. En dan was dat meteen, dan klopten ze met een tin hamer tegen de patrellen en mensen waren wakker en dan gingen ze naar Brie in of in een kelder. En als dan een keer Leopoldsburg gebombardeerd is, want wij gingen van toen altijd naar Heusden toe slapen. Die hadden met een onkel die een bouwmateriaal en die hadden een fijne abri gebouwd. En daar stonden allemaal bedden overheen en zo voor te slapen. En daar sliepen we dan. En toen als Leopoldsburg gebombardeerd is, toen zijn we teruggekomen. Toen was dat niet nodig. We wisten dat ging gebeuren bij dat... militair gedoe daar, hè. Ja. Er zijn er ook veel doodgevallen, want het was toen juist grote manoeuvres in kamp. Want omdat wij waren in huis, daar kwamen ze allemaal door, donker, alle auto's van Duits, zodat ze overal, onze pa en mijn onkel gingen al eens kijken, zo verdoken. Hè. Dat waren echte manoeuvres, maar allemaal zo gecamoufleerd en al. Hè. En die nacht is dat toen gebeurd, want alles was verlicht. Hè. Ja. Ja. Dat heeft een diepe indruk op je gelaten. Ja, als kind. Ja. Ik was toen 13 jaar, 14 jaar, denk ik, als dat gebeurd is. Mm. Nou ja. Ik weet nog, als ik in Leopoldsburg in school was, dat er zo'n hevige ontploffing geweest is, dat een zenderloodfabriek toen in de lucht gevlogen is. Toen was ik in Leopoldsburg in school. Mm. Nou, dat was ook een geweldige slag. Oké. Okay. Ja. Daar kwam de vader met zijn jongens aangeven om naar school te komen. Hè? Een Turkse vader? Ja, een Turkse vader. Hè? Maar die hadden geen pas. Hè? En we vroegen hoe oud. Dat kon hem niet zeggen. Hè? Ja, voor de grote geschat. Hè? Ja, Gabita zal wel in de vroeg zijn. Hè? Die is die ouderdom. Hè? En de ander bij mij. Dat was goed. En ze bleven zo. Hè? En die vader gewicht, de naam wisten we. En Gabi had zo... Wij vroegen aan de kinderen altijd zo reclameboekjes. Alles voor leren uit te knippen. Ze moesten leren op lijntjes snijden. Zo, voor uit te knippen en zo. En die stond behoor aan de lessenaar en die begon te lezen wat erop stond. Gebroken zo, hè. En Gabi zegt, kom naar huis. En die kan lezen. Dat is geen voor een kleuterschool, dat is geen voor een studiare. Zo zijn we dat te weten gekomen, hè. En dan hebben we de directrice bijgehaald. Ik weet niet wie dat toen was. Dat was een Goretti toen, directrice, of was dat dan Bekkenzaal, ik weet het niet. Dan zijn ze met die jongen naar de jonge school gegaan en ik weet niet wat ze hem dan gestoken hebben, maar die kon lezen. Dus die was ouder als 5, 6 jaar. En die vader wist dat niet. Ja, die werden maar eens aangegeven wat dat die woonden, hè. Als die is naar de gemeente gingen in dat dorp of die stad en dan zeiden ze maar die een ouderdom of dat, hè. En dan werd dat zomaar opgezet en die waren ouder. Als jij hier naar school ging, hè? Ja, in die periode waren er toen ook al vreemdelingen hier? Ja, Hongaren, Tsjechen, Duitsers, want ik ken altijd één, Erika Fuchs, die naam is me bijgebleven, en Hilda Koller. En met een oorlog uit te breken zijn die afgestapt. Die zijn die moeten vertrekken of dat land dat teruggeroepen of wat, ik weet niet. En verschillende Polen waren er, maar die konden goed Vlaams, allemaal. Maria Diemek, ik weet niet of die gekend hebt, die ben Jacobs getrouwd is, die Jupse T woont daar, de Jacobsen. Van de Leijzenstraat? Ja, de Leijzenstraat op die hoek daar zo, hè. Die zat ook bij mij in school. Ja, die kon allemaal goed Vlaams. Oh, als je de foto ziet, ik heb nog een, maar dan moet ik ze gaan zoeken. Maar Bert heeft die ingekregen ook, hè. Moet je zien wat er allemaal op staat. Ik ken ze allemaal die erop staan, maar er staan veel vreemden op. En toen waren jij nog klein? Ja, ja. Dat is hier altijd geweest. Want we hadden bij ons in de straat, als wij in Vurtelaan woonden, en dat was dan nog voor de oorlog, toen woonden er bij ons ook Chaperions, hè. En dat waren
waren Walen, hè. Wij mochten niet op straat lopen van onze pa. We moesten altijd in de hof. Onze pa had bij ons een speelhuisje gemaakt. Daar hadden we tafels, stoelen, beddeken van poppen. Alles hadden we voor in de hof te blijven. Maar hoe zeg je als kind? Jij wilt dan nog bij andere kinderen ook. Maar dan kwamen die bij ons. En die Walen, die van Smit, ik weet niet of je die gekend hebt, van Smit. Maar Smit kende ook niet. Die is toch bij ziekenzorgen al. Die woont daar in de Dennenstraat. Moet dat plets vroeger gewoond. Dat is juist even de bakken daar. Ah wel, die kon Frans, hè. En ik heb van haar Frans geleerd, zo op zijn wal, hè. Zo heb ik Frans geleerd leren met die te spelen. Heb je weet gehad dat er speciaal onderwijs was voor de Italianen, voor... Ja, voor de Fransen, voor de Walen. En voor de ingenieurs. Ja, want Maria Smit, ik heb dat tegen Bert gezegd. Zeg, je moet maar eens die gaan, want ze vroeg hoe heette die onderwijzers die hier vroeger les gegeven hebben. Ik zeg, meneer Billy. Ik zeg, dat weet ik. Maar achter meneer Billy is er nog een ander geweest. En dat weet ik niet. En dan vroeg ik aan Janine, weet jij nog hoe dat heet? Dat was een vrouw. Ik denk, mon far, zei ze. Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zeg, dan moeten ze aan Maria Smit vragen. Want die heette in het begin, dat die hier woonde, die ging die ook naar de Franse school bij madame Billy. En dan daarna is die hier, ik geloof in het vijfde stuur, is die eerst naar de Vlaamse school gegaan hier. Die ging ook op Stierweg naar de school toen, ja. En dan die van de ingenieurs, zijn lang allemaal daar naar de Franse school gegaan. En waar was die Franse school dan? Ja, dat kan ik nou niet zeggen. Dat weet ik niet. Kan dat zijn in dat huis, met zo'n administration, laat ze zeggen, die in twee grote woont. Ik denk dat. Als je dat allemaal wilt weten, zo nou, aan Maria Smit moet vragen. Ik heb dat tegen Bert gezegd. Als je wilt weten van de Franse school, dan moet je bij Maria gaan, want die heeft daar naar school gegaan. Maria Smit, hè? Maria Smit, haar man heet Prijs. En zo. Heb je daar een adres van? Dennenstraat, geloof, nummer 10. Het is als je daar inkomt in de straat, is de eerste blok tweede huis. Doe mee. Ik heb een blauwe deur en zet een groene deur van Glazel. Weet je hoe het goed dat plets daar gewoond is? Die bakken. Er staan twee huizen, twee blokken. En die kan dan van vertellen. Ik zei tegen haar, ik heb tegen vanochtend gezegd dat ze nog moeten vragen. En toen vertelde ze, zij is naar de Franse school gegaan, de Billy. En de Italiaanse school en de Poolse school? De Italiaanse school, dat was meer avondschool. Hè. Zo, dat was zo echt niet... Als sommige ouders hebben dat gewild, dat die kinderen erin gingen. Maar daar heb ik nooit zoveel van weten. Want de kleuterkens gingen er niet in. Hè. Ja. Dat is meer voor de grote al. Zo was dat ook voor dingen. Nu met die... Als de Turken gekomen zijn, toen hadden ze ook hier een godsdienstleraar, een Turk ook. Die aan hun, als zij dan les hadden, kwam die en voor hun islamitisch dan les geven voor de Koran. Hè. Dat hadden we ook aan dat park, dat weet ik nog, heel op het einde. Ja. En dan moesten nu gaan voor les te volgen, dat weet ik. Hier komen ze altijd onder verlof. Meisjes van op een ander met bussen al komen nog hier les halen nog. En Vlaams leren. Allee, dat stond er bij hun op ook.